And now, the moment you've all been waiting for. Dag beste mensen, het is Albier en welkom op onze vierde aflevering van Another Talkshow. Ik ben hier samen met mijn twee coolio maten. Enico en hoe noemt jij? Ah ja, Alex. Alex. Yeah. Het is Paas, dus we hebben hier nice dingen rond ons. Ik heb een ring. Pasen, mannen. Pasen. Ja, dat is vies. Het is Pasen. Vrolijk paasfeest, zeg je dat? Zie je dat? Ja, vrolijk. Vrolijk paasfeest. Vrolijk veel paasen. Chocolaatjes eten, goed dik worden. Eerst Games, en vooral, calories. Een paar dingetjes. Alex is een fact. De winnaar van de Gunner Classes van de eerste dat we weggeven was Jeroen van Doorslaar, proficiat. Ik contacteer nog wel via e-mail en zo. En dan vraag ik je adres en dan stuur je dat wel op. Dat is hilarisch dat een fucking YouTuber dat heeft gewonnen. Ja. Maar de site heeft het gezegd. Ja, de site is gewoon random en dan kies hij in al die entries kies hij iemand. Terwijl er bijna 40 mensen hebben meegedaan en... Stop, dat is echt luid. Dat is echt cool, dat is echt luid. En het pakt 500 entries ongeveer, dus dat is nice. Maar heb je niet gewonnen, geen paniek. Er komt nog een tweede Gunner Class dat we deze keer gaan weggeven. Dus links zoals vorige keer in de beschrijving ook. Dus tweede giveaway... Bril, waarmee dat je beter kunt gamen, wee. Bril, 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 bril. Op naar de onderwerpen! Enneko, eerste onderwerp. Is mens een dier? Nee. Is mens een dier? Daar beginnen we niet mee. Daar beginnen we niet mee. Weet je al dat aangezegd, homo? Albert zei er straks dat de mens geen dier is. Ik zeg dat we een categorie apart zijn. Wat zijn we dan? Zijn we dan planten? Wij zijn zoogdieren. Zijn we dan planten? Wij zijn zoogdieren. Wij zijn mensen. Ja. We zijn menselijke soort van dieren. Maar mensen is dezelfde categorie. Allee, is hetzelfde als ik zou zeggen dat zijn honden. En honden... Honden denken ook, mens, weet je wat? Honden en mensen staan dieren. Onder de categorie van zoogdieren. Dus wij zijn honden. Nee, maar we zijn wel ook dieren. Jullie zitten maar schreeuwen. Maar jij bent helemaal dom. Dat is waar. Oké, fuck dat onderwerp. Ik zeg er... Wat? Fuck dat onderwerp, want we gaan er bij u niet ver mee geraken. Nee, ik zeg gewoon dat... Ik weet dat niet. Oké, ik zal gewoon oké zeggen, maar ik vind het van... De mens is gewoon een dier, je kunt daar gewoon niet omheen. Maar geef me een klankjes terug. Dikke brat, doet. Nee, meer dan wel. Geen vee. Hier, daarna krijgt hem. Oké, de laatste mag ik. Zet die klak hier. Wat zie ik? Nu doen we een deftig onderwerp. Ja, maar wat was het deftig onderwerp? Nee, dat was Albie zijn. Oké! Het is een faggot head. Waar gaan we mee beginnen dan? Dat is heel moeilijk met deze. Dat is heel moeilijk. Ik ben een wener. Maar allee, dus kijk. Die mannetjes zijn gisteren laat geweest en die kunnen niks meer. Ah, dat zie ik. Ik ben oké, hè. Ik heb geen kater. Ja, oké. Okay. Ja, het eerste bericht dat hem stuurde aan mij. Wauw, ik heb koppijn. Wauw, ik heb koppijn. Niet meer. Niet meer? Allee, oké dan. Dus, Furious 7 is uit. Fast and Furious 7. Oeh. Prachtig. En er... Fucked up. Vin Diesel heeft al gesproken over een 8. Echt? Ja, maar er is zo'n 8, hè. Dude, dat blijft maar gaan en ik heb er juist gezien dat er... De opening weekend 150 miljoen. Oh, dude, wat is er mis met je haar? Geef dat klak niet. Daarom mag je die klak de hele tijd. Nee, dat mag niet. Allee, kom, laat hem gewoon. Nee. Ik ga even het grappig zeggen. Ik was eruit... Huh? Nee, kom, terug erop. Ik was bij gaan douchen na mijn werk. Ik dacht, ik vertrek erna en ik ben gewoon een uur in de pit gevallen. Ik zat wat te wachten op die internet. Dat is er mis. Ja, ik zal thuis zo bekken. Dat is er mis. Alex, wat is er al bij? Dus Fast and the Furious 7, 150 miljoen heb ik er juist gelezen. Opening weekend, dat is... Immens fucked up veel, dat is niet normaal. Immens fucked up veel. Als je het vergelijkt met de allereerste film van Fast and the Furious, wat dat eigenlijk ook gewoon een zalige film was. En hoe snel dat die veranderd zijn eigenlijk met de jaren. Dat is nu is het echt gewoon bam, ontploffingen, zieke auto's doorgebouwen. En in het begin was dat gewoon een beetje een straatrace, dat was gewoon chill. En nu is dat gewoon ontploffingen. En vechten. The Rock, The Rock. Ja, holy shit, vechten. Audio Science. The Rock, jongen, zieke mensen. Ik ga het zeker zo snel mogelijk proberen te gaan zien als ik daar. Ik ga deze week zien. Iemand is jarig. Morgen? Nee, maar iemand is jarig en ik ga. Maar morgen moet jij werken, dat gaat helemaal niet. Gaan we weer al beginnen? Gaan we donderdag? Ja, we gaan donderdag. We zullen donderdag gaan. Goed, allee, kom. Komt jij mee donderdag? Maar ik ga wel. Dat is afgesproken. Afgesproken. Hey. Ja, donderdag met ons. Oké. Wacht. Dus laat even weten of jullie de film al hebben gezien en wat je ervan vond. En of dat je benieuwd bent om hem te gaan zien, natuurlijk. Great bait, mate. I rate 8 out of 8. Goeie film. Dus... Heb je het toch nog niet gezien? Nee. Wat praat jij dan? Je denkt dat dan... Geef die fiets af, ja. Allee, kom. Je denkt dat dan een slechte film gaat worden, of wat? Doe even.
Dat wordt geen slechte film, dat wordt een fucked up goede film. Dat is zelfs een 8,7 op IMDb, dacht ik, als ik me niet vergis. Dan kunnen we toch gewoon nu 8,7, dat is hoog. Dat is heel hoog voor IMDb, dat is echt klasse. Echt klasse. Gaan we nu een challenge doen? Gaan we challenge doen? Nee. We gaan nog eerst praten over het feit dat Windows XP nog altijd populair is. Dat, ja, eigenlijk Windows 8, 8.1, 8.0, alles. Dat is eigenlijk... Maar wie heeft in Windows 8? Niet zo praten. Ja, voilà. Ja, elke nieuwe mens dat nu een laptop koopt heeft Windows 8. Ja, maar toch is Windows XP nog altijd meegebruikt gewoon omdat dat fucking goed was. Dat was ziek goed gewoon. Dan kwam de kak Windows Vista en dan kwam de goede Windows 7. En toen kwam de kak Windows 8 en nu komt hopelijk de goede Windows 10. Dat is altijd zo geweest met... Wow, is dat key? Dat is altijd zo geweest met Windows. Om het operating system wordt hem goed en de andere wordt slecht. Ik zie er veel te stoer uit. Waarom zijn je aan het uitkleden? Kunnen jullie naakt zien, ze fuck it? Zijn ja, die is er warm. GNV. En terwijl dat eigenlijk Windows XP totaal niet meer ondersteund wordt... Ik weet niet wat dat was. Maar Windows XP wordt niet meer ondersteund, dat is niet meer veilig voor bankzaken en dergelijke. Je kunt daar dus niet, geen overschrijving mee doen of een auto mee kopen of wat dan ook. Maar toch, alle bedrijven hebben het. Ja. Ja. En ook heel veel oude mensen ook. Heel veel oude mensen. Maar ik denk gewoon in principe omdat bedrijven het geld niet willen spenderen om een nieuwe Windows license te kopen. Ja, ook gewoon omdat die toestellen van vroeger gingen gewoon veel langer mee als de toestellen van nu. Ja. Nu gaan die na 2 jaar zijn die gewoon kapot, dan moet je een nieuwe laptop gaan halen ofzo. Ja, maar ze doen opzettelijk, ze zitten daar zo opzettelijk van die dingen in dat na een jaar bijvoorbeeld kapot gaat, hè. Gewoon zodat je een nieuwe koopt, extra consumer. Ja, maar, dat is waar. Oké, okay. Ja, dat is zo. Allee, dus dat is het dan. Dat is wel erg. Gebruik je Windows XP, ben je cool. Wat is het gewoon? Gebruik je Windows 7, ben je ook cool. Ja. Gebruik je Windows Vista? Ja, nee, ja. Oh ja. Vista. Stopt gewoon. Uninstall. Uninstall. Dat is echt lang geleden eigenlijk, Vista. Ik heb dat nog gehad, maar ik herinner me niet eens wanneer. Ik weet ook dat ik zo in... Wanneer had ik Windows Vista? In de middelbare Windows XP had. Ja, en al mijn vrienden hadden zo Windows Vista en ik zo... Oh, ik wil dat nu zo. Dat ziet er vies uit. Maar ik vond dat kei nice eruit. Dat was zo net zo kei stylish zo langs stonden. En nee, dat coole startknop en zo. Wat een zeker. Pieter, dit is real. Volgend onderwerp. Goede vrijdag kijken. Is dat? Ja. Wat is dat? Ja, dat is een Albaanse onderwerp. Dat is een onderwerp van mij dat ik er juist ook terug had gelezen, maar ik weet nog dat ik 2 jaar geleden of zo daar een nieuws had. Dat er juist op zijn duim gezogen dus. Dat kwam op nieuws en dergelijke en ik vond echt van... Holy fuck jongen, mensen zijn echt gestoord in hun kop. Maar echt fucked up gestoord. Echt gek. Dus in de Filipijnen en al die landen daar doen die traditie getrouw. Hé mannen, omdat Jezus Christus... Op Goede Vrijdag is doodgegaan. Zo, is doodgegaan. Gaat iedereen zich zo laten aan een kruis nagelen? Dus die hebben hier overal van die zieke littekens en zo. En elk jaar doen die dat opnieuw. Kun je dat verstaan? Nee, ik praat geen Filipijns. Mopje van den dia. Wow, amai, mannen, we stoppen ermee, kom. Deze is de episode, kom. Deze is hem. Amai. Einde. Nee, kom, op. Ga naar huis, kom. Ga naar je bed. Ga naar je bed. Ga liggen. Zit op zijn bed. Ga in de hoek. Nee, zit op mijn bed. Ga in de hoek staan en ga denken aan wat je net hebt gezegd. En schaam u. Schaam u diep. Over zo'n slecht mopje. Wow. Dus dat was het dan. Zeg, laat in de comments achter wat jullie ervan vinden. Ik vind het gewoon fucked up dat mensen dat doen. En zeker ook omdat ze zeggen, ja, ik doe dat zodat mijn... ik herinner me nog dat hij dat zei. Ik doe dat zodat mijn familie veilig blijft en zo van die shit allemaal van die... What the fuck? Terwijl ik heb gehad erin. Mysteries. Nu is mijn familie veilig. Anders niet zo. Nee. Lusje shit. Er zijn ook, dudes in Turkije die gewoon zo een zwaard pakken. En gewoon zo, weet je wat? Geklets! Ja, ja. Heel in hun rug. Heel in hun rug. Was in India, dat kan ik ook. Ik weet het niet, maar dat was echt fucked up. Ik heb ook gezien. Die rug zo. Dat was echt gek. Je zag echt zo, die zijn rug. En waarom doen die dat? Dat is totaal geen reden. Dat was voor hun religie. En dan die ander daar rond. Omdat ze zichzelf moesten straffen. Die ander daar rond is staan zo, kijk. Die heeft dat ziekens gedaan. Ja, die staan high five, goed gedaan, mate. Goed gedaan, oh nee, Get wrecked. Wale, get wrecked. Okay, ik heb gewoon high five mijn beste maat. Ja, we slachten bijna weg, hè, man. Dat is onze maat, die. Wacht. Dus... Oké, er zijn altijd van die religieuze gekken. Nou, nee, er zijn gewoon altijd gekken. Ja, altijd gekken. Godsdienst zou bij mij wel afgeschaft moeten worden. Zo. Wie, allee...
Oh, hoe zie ik wat. Hoe afstraf, dat kun je niet afstraffen. Als je dat wilt afstraffen, amai, dan komt er rellen. In rellen. Aliens geloven, oké, okay, maar in god. Aliens, eerzen, hè, de faggot. Ja, zeg oh ja, wat zegt de. Maar er zijn echt gewoon zotte mensen. Ik ga eens een verhaaltje vertellen wat ik vandaag heb meegemaakt. Oh nee, nog één. Storytime with all these. Dat moet zo'n apart onderwerp zijn. Apart is. Storytime with all. Wow, dat is drie keer zo geil. Normaal. Dus vandaag, dat was in de winkel ook, ja, kwam er was iets gestolen of zoiets, ja. Oui. Er komt ineens, de security komt naar boven, die haalt daar een doosje van een adapter, van een, je kent dat, als je een universele adapter koopt, krijg je zo 14 van die pinnetjes om dat elk... En dan zijn we ineens, this is my dick in a box. Ja. Ja. Nee. En er was één pinnetje was er weg. Van de 14 pinnetjes was er één pinnetje weg. Adapter was er, één pinnetje was weg. Wacht, pinnetjes? Maar ik zeg het toch, je hebt een adapter, ja? Van een laptop of zo, dat je oplaadt. Ja. Als je een universeel koopt, dan heb je een adapter en dan heb je verschillende pinnetjes van verschillende merken. Bijvoorbeeld, de ene is voor Asus, de andere is voor Toshiba. Dan klik je dat in, dan kun je dat insteken. Ja, klok even louche. Ik dacht al, wow, wat was echt. En één pinnetje was weg. De security komt zo, is dat toch niet normaal, want die was aan het volgen op de camera's en zo, en die mens had dat blijkbaar meegepakt. Hij zei ook dat hij naar de weed stond, dus misschien had dat iets ermee te maken. Maar wie hij had dus weed? Een pinnetje gepikt, maar we konden hem niet vinden. Dus de security mag die eigenlijk niet fouilleren en zo, dus de politie moest komen, die fouilleerde voor één klein stom pinnetje. En ja, uiteindelijk, die zijn drie keer terug omhoog gekomen om dat op te zoeken, maar ze hadden het niet gevonden. Uiteindelijk moest die mens uit de kleren gaan. Om dat pinnetje te gaan verzoeken. En zat ze in zijn gat? Gevonden. Zat in zijn gat? Ik weet het niet, ik denk het wel, maar... Nee, ik weet niet of dat in zijn gat zat, maar ik weet niet hoe dat allemaal was. Maar ze hebben het teruggevonden. En de security zei gewoon, er zijn echt van die mensen die in een winkel komen en die gewoon de drang hebben, die moeten iets meepakken. Ook al is het iets klein, iets onnozel, wat dat het ook is, ze moeten iets meepakken. Gewoon, dat is anders. Ja, maar er zijn mensen die aan verslaafd dan zijn, hè, dat we in Spanje ook eens gezien. Ja, dat was een oude vrouw. Een oude vrouw, die moest ook uit de kleren, die had... een oude vrouw. Ja, maar die had echt... Wow. Onder haar kleren had die echt honderden andere dingen zitten. Echt, die stak helemaal vol. Ja, dat misschien was, zo 20 kilo aan onderwerp. Hier, 20 kilo gehakt uit mijn... Ja, nee. Gewoon zo andere kleren dat ze zo bij haar BH onder dat was echt boom. Ja, maar je hebt echt van die mensen... Ze kennen die vrouw precies, die deed dat precies van. Kennen die. Wat ziek. Maar dat was bij de maat in de winkel was dat ook, hè. Bij de Sibi, die kwam elke week kwam er een oude mevrouw een fles drank mee pakken. Sjoep, altijd. En zo heeft hij dat echt keilang aan een stuk gedaan, maar dan had ze het uiteindelijk door. Hè. Dus die zeiden van, ja, haal het eruit. En daar stond gewoon een fles drank in. Dat is toch zot. En die moest dan zo'n boete betalen van al die keren. Er zijn toch zo van die filmpjes zo, van Indiërs of zo, en dan zo'n hele familie met zo'n gigantische rok en die steken daar zo'n tv onder en zo. Wat ik wel eens op tv heb gezien, wat ook wel echt zot was, dat is bijvoorbeeld, je gaat in een elektronica winkel binnen waar dat er zo tv's uitstaan. Daar pakt een mens gewoon die tv, dat eruit staat, die onder zijn arm, stapt hij naar de service, ja. Dus als je een probleem hebt, gaat hij naar de service. En die zegt, ja, ik heb een probleem met mijn tv. En die zeggen, is dat hier aangekocht? Hij zegt, nee, dat is niet hier aangekocht. Hij zegt, ah, oei, sorry, maar dan kunnen we u niet meer helpen. Ik zeg, ah, oké, sorry, dan ben ik weg. Naar buiten stappen. Wat een zieke! Wat een zieke! En dat was zo goed met zo'n flatscreen. Ja, zo'n super dun en dan keek hem zo altijd zo naar de camera. Ja, richting de camera dat je die tv niet zag. Als je zoiets super duns, als je zo'n super dunne flatscreen hebt onder je dienst. Ah, dat je dat niet ziet! Ja, en de camera staat bijvoorbeeld daar zo. En dan wonnen hem zo altijd ook zo achterwaarts en zo. En dan met een andere camera zo. Dat was echt nice gedaan. Dat zie je echt heel slecht. En dan wonden hem gewoon zo naar buiten. En dan als hem buiten was, dan liep hem ziek snel weg. Ja, dat was wel sweet gedaan. Eigenlijk. Dat was echt, maar dat is echt goed gedaan. Als je het doet, gaan we dat ook nu doen? Echt ziek, dan hebben we een nieuwe tv. Zo. Ja, dude, we gaan pikken. We gaan professionele duven worden. Ik breek iedereen hun nek aan ze, man. Okay. Wat is... Ah ja, ik ben geen Turk trouwens. Voor een doet hij dat vorige week vroeg. Ik vroeg je wat daar? Ja. En dan ben je deels Turk aan ze, man. Nou, wat zeg maar, hij draagt het soms zo. Hij wil een Turk zijn. Dus ik sla op je. Hij is gewoon een kleine jongen. Ik brak je nek. Hij is gewoon een kleine jongen. Ik roep mijn broer uit. En dan was het dan even over fucked up mensen en wat dat die allemaal doen. Heb jij ooit iets fucked up meegemaakt? Of zelf ervaren of gezien? Of steelt jij zelf? Laat het weten in de comments. Oei. Volgende onderwerp! Of challenge. Of challenge. Is challenge time? Challenge is moeilijk. Challenge time! 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 Challenge time!
Echt? Ja. Wat een ziek, mijn stoel viel bijna. Dus één van jullie... Op. Maar wie was dat? Dat op zijn minst zien wie dat was. We zullen wel een foto erbij komen. We zetten een foto. Die mens heeft gezegd dat we een dier moeten nadoen zonder geluid en de rest moet het raden. En dat is dus de challenge. En dat is echt een fucked up gay challenge. Eddie. Maar we konden niks beters verzinnen, dus we gaan het gewoon doen. Ja, en dat is... ja, weet je. Ja, gek, hè. Wow. Maar okay. Het is moeilijk om elke week een challenge te doen. Want zo, van om zelf een challenge te verzinnen, bedoel ik. Ja, ja. Van, en we krijgen ook niet echt veel challenges in de comments, dus het is niet gemakkelijk. Ja, en deze challenge, Alex, begin maar, hè. Nee, ik ga niet beginnen. Oh, dat is ziek. Hoedje op, niet beginnen. Hoedje op! Oh, ik ben een goed op. I don't give a fuck, ik zal dat gewoon ziek moeilijk maken. Ja, oké. Okay. Dat is goed. Dus Eneko begint met een dier na te doen. Ga eens allemaal weg, dan moet ik voor bewegen. Moet jij praten. Eneko doet een dier na, het eerste, of dat ik, of dat, als ik, of als de Alex het eerste raad, die krijgt dus een punt. Hij gaat nu echt... Doe het, pas op voor de kringzicht, pas op. Ja, wow, stress, drama. Maar ze zijn geen klaar worden. Ja. Ik zat bij mijn knieën nu gehad. Wat ziek. Ik kan dat zo... Nee. Doe even. Maar daarna kom ik er terug. De konijn. Wat een zieke. Ziek. Doe je ding. Dat was ziek moeilijk. Je hebt een paasaas. Dat is het moeilijkste. Op zijn minst een paasaas pakken. Oké, die andere. Jongen, ik pas niet op beeld. Ik ben niet zo klein als ik. Oh, doe het, ik stond tegen het bureau gewoon. Nee, dat was niet eigenaar, ik stond tegen die screen. Zie je, hoppakee. Allee, doe. Is dat het? Nee, wacht. Squats. Is dat het? Dat zijn squats. Nee, wacht even. Ik ben op tegen. Dat zijn Russen. 2, 3. Russen! 2, 1, hop. Een vis. Ja! Wat een zieke! Dat is hier! Dude, ik ben ziek, kom al beginnen. Dat is echt een kut challenge! Kom al beginnen! Rami kan al niet meer winnen. Ja, ik kan wel winnen. We moeten doorgaan naar het einde. Ah, yes. Ah nee, als hij... kan helemaal niet meer winnen. Ik kan niet meer winnen. Ah nee, want wij hebben al 2-1 en wij moeten nu... Allee, kom! Doe iets. Wacht even. Lelijke nap! Nee, ik weet het, maar ik weet niet hoe dat het noemt. Is dat Rus? Zeg je deel blijft, hè? Nee, ik weet iets, maar ik weet niet hoe dat noemt. Ja, hoe gaan wij dat nu weten? Dat weet dat misschien wel. Misschien een blok, een pufferfish, een pufferfish. Wie is dat? Ja, dat is Engels. Dat is Engels. Dat wint. Yes. Fuck you. Ja, ik zei steekvis. Dat is trouwens okay, een steekvis. Oké, exacto. Ik zal er nog één doen. Maar het is letterlijk geen steekvis, hè? Ja, maar dat heeft dat niet de naam, steekvis. Ja, puffervis. Pufferfish is een letterlijke juiste benaming. Ja, moet Nederlands. Ik zoek hem op, jongens. Je moet Nederlands kunnen praten, hè. Oh, zieke moeder. Pufferfish. Ze gaan het echt opzoeken, wie dat er heeft gewonnen. Pufferfish. Ja, Pufferfish. Wie heeft er gewonnen? Hier, Pufferfish. Kogelvissen! Dat was een kogelvis. Niet liegen. Hier is een kogelvis, voilà. Maar ik wist het wel. Ik wist ik moet altijd denken aan SpongeBob. Dat is zo die... Ja. Oh ja, die is altijd gek, joh. Die wordt altijd kwaad. Die wordt cool. Ja, nee. Die moet sowieso naar de gevangenis. Ja, dat was niet zo zot cool. Dan was hij echt zo steen aan het breken. Zo. Ja, maar... Oké, dus Eneko heeft deze... eigenlijk rust, man. Deze week de challenge gewonnen, dus is stand 2-1-1. 2-1-1. En dat was echt een kut challenge. Nee, ik vond hem nog wel nice. We hebben er even mee kunnen lachen. Ja, we hadden langer moeten doordoen. We hadden er nog moeten doen. Eerst en hij wil gewoon winnen. Doe anders. Nee, zeker niet. Ik heb bij de voorbereiding gewonnen. Ja, ik vond de voorbereiding had je alles gewonnen, maar was gewoon u tegen een Albi en Albi wist gewoon niks. Ja. Ja. Jij zat daar zo. Ik was letterlijk gewoon een koe aan het nou. Ja, ik wist niet dat je al bezig was. En hij zo. Ik vond de challenge van vorige week wel chill. Die Pictionary was echt leuk. Dat was goed gedaan zo. Maar ik wil meer eet-challenges eigenlijk. Ik wil meer Pictionary. Om dat eerst een kebab op eten. Ik heb honger, zo. Dan moet ik alles onderspouwen. Ja, maar ik heb honger, zo. Dan heb honger, zo. Ik heb honger, zo. Laten we verder gaan naar volgende onderwerp. Waar ben ik nog? Trajectcontroles, kak. Ah ja, trajectcontroles, kak. Albi. Trajectcontroles. Ik weet niet wat. Maar ik heb alles tot nu toe gezegd, zeg maar ik. Jij had dat gevonden? Nee, hij had dat gevonden. Maar eigenlijk, jij hebt al die onderwerpen, waarom doe jij zoiets? Ja, ik heb dat gevonden. Het was mijn onderwerp, maar ik ga er niet over praten. Ik had er juist, Ik had er juist gelezen dat er iemand, wie was dat? Filippini of zoiets? Bas Filippini. Zoiets.
iemand in Nederland blijkbaar de Nederlandse staat aanklaagt voor trajectcontroles. Wat is een trajectcontrole? Ik ga een voorbeeld geven aan de hand van twee eitjes. Nou, ik weet het niet. Hier staat een camera en hier staat een camera. Je bent aan het rijden. Het kan zijn dat je hier te snel rijdt, ja? Maar die meten op van je tijd eigenlijk. Wanneer ben je hier? Als je om 1 uur hier bent en de snelheid dat je mocht rijden is 100 km per uur en 100 km verder, ja? Wow, 100 kilometer verder. Ik zeg het, 100 kilometer verder. Dat is 100 kilometer of wat? Ja, ja, maar ik zeg bij wijze van spreken wat dat is. Okay, okay. 100 kilometer, als je dan sneller dan een uur daar bent, moet je dan zeggen dat je te snel hebt gereden. Dus dat maakt eigenlijk niet uit, er is niet één dan flitser op een bepaalde gemiddelde plaats. Snelheid. En als je gemiddelde snelheid... Dat is makkelijker. ...te hoog is dan dat je mocht. Dan moet je betalen. Ik heb het technisch gewoon echt veel gemakkelijker dan al die zo. Dat is eigenlijk wel een vet systeem. Allee, goed systeem. Ja, maar dat nee. Zegt elke nummer. Maar nee, nee, maar nee, ik bedoel, het is een kut systeem. Hoe dat is gemaakt. Dat hij meet elke nummerplaat, elke auto. Ja. Dat daar passeert. Weet je hoeveel auto's dat er passeren zo op een autosnelweg? Nee, maar die hebben dat goed gemaakt en zo. Maar dat is een goed systeem. Maar dat is gewoon een kut systeem. Waar je gaat vrijven. Ik was 100 kan je terug zo'n half uur? Want je mag gewoon niet te snel rijden en dat is gewoon kut. Ja, ja, ja. Ja, hier zijn de benedenkens. Ik doe. Oh, ik mocht dus. Rijden jij soms te snel? Ik rijd 190. Rijden jij soms te snel? Ik rijd altijd te snel. Politie. Wauw, dat maakt niet uit. Je mocht alles zeggen op camera wat dat je wilt zeggen. Ah ja, want het is allemaal vals. Ik weet eigenlijk wel een leuke challenge voor volgende keer. Ik weet het terug. Ja, weet je hem nu straatrace! Ik haat u. Yeah. Wat nee. Is hem? De challenge was allemaal de pranken call doen. Je mocht allemaal een prank call doen, je mocht voorzien naar wie of naar wat. Maar degene dat gewoon het leukste is, wij moeten stemmen van is, wie is het leukste en zo. En degene dat het leukste is, krijgt. Maar doen we dat niet gewoon nu? Die van de Alex is niet leuk. Ja, nee, je moet wel eerlijk zijn. Je moet wel eerlijk zijn. Nee, dat doen we volgende keer wel. Oké, is goed. Oké. Okay. Maar, ik heb daar eigenlijk geen zin in. Ik heb wel dood. Moet dat gaan kunnen. Doet je belt gewoon je zus of zo. Hè, dat is een kebab. Zal dat doen, krok madamski. Krok madamski. Ik zit in de kast. Wow, gast. Moet geen mensen doorgaan. Oké, maar dan het over trajectcontroles. Raak mij eens niet aan. Trajectcontroles. Dus die mens heeft eigenlijk de Nederlandse staat aangeklaagd omdat trajectcontroles niet enkel je snelheid en je tijd aan zo gaan meten, maar eigenlijk gewoon alles gaan filmen. En dat is blijkbaar tegen de privacy shit. Altijd, je kunt altijd alles zeggen, het is tegen de privacy. Als je in totaal bent. Alles is tegen de privacy. Maar tegenwoordig is alles veel meer privacy inhibiting. We hebben zelfs nog een ander onderwerp. Ja, ja, voor Facebook-spion shit. Ja, privacy wordt tegenwoordig veel minder. Hè. Je gaat veel minder privacy hebben over 100 jaar dan dat je nu bijvoorbeeld. Hè. Ja, dat wordt echt helemaal zot volgens mij. Ja, dat is echt... Ze gaan alles checken, ze gaan alles weten van je kunt niks meer illegaal doen ofzo. Je kunt niet meer schnokken op je loesje porno, als ze dat gaan weten, dan gaan ze met je lachen en zo. Dat is gek, wat? Volgens mij is dat nu al. Ja, hier is een menerke. Maar je kunt gewoon... Hier is een menerke. Volgens mij gaat er echt op elke gebouw of zo al een camera staan. Maar ja, echt op... ja. Die gaan alles gewoon bekijken. In de UK-zaal, hè. Ja, in de UK-zaal, maar niet overal. Is dat enkel in Londen en shit? Nee. Allee, ja. Oké, okay, die grote steen is er niet, maar elke hoek van de straat heeft een camera daar. Ja. Maar ze gaan gewoon alles bekijken. CCTV? Als er iets gebeurt, is het wel... ze zien direct wie of wat. Dat is een Orwellian state of mind, wordt zoiets genoemd. Dat niemand nog privacy heeft en iedereen wordt in de gaten gehouden. Ja, op zich heeft dat wel zijn voordelen, maar... Nee, ik wil dat niet. Mijn maat zou zeggen, dat is fucked up, G. Ja, je moet praten hoe ik praat, dat is fucked up, G. Fucked up, G. Hooggeleide. Verdienen lager, dan lager lijden. Dat is fucked up, G. Zik op taart. Je krijgt dus allemaal kleine pieces. Maar Facebook was ook kunnen komen. Ja, maar Facebook checkt alles wat je doet. Iemand is nu Facebook aan het aanklagen, omdat Facebook eigenlijk alles bekijkt. Iemand klagt die ook aan. Wat? Iemand klagt die ook aan. Wat ziek, hè. Maar ze kunnen je daar wel Facebook floppen mee verdienen. In omdat principe... Facebook alles bekijkt van u. Je kent zo, op zo'n site zo, op zo... Van damn lol of zo. Kennen ze van die kleine kak? Oh, van die lusjes sites van allemaal die dingen. Ja, van die foto's, ja. Maar daar staan zo van onder zo'n like button bijvoorbeeld van Facebook, zodat je dat kunt liken of zo. Wel, via dat zetten ze een cookie op je PC eigenlijk, dat bekijkt wat dat jij daar aan doet op het internet. Maar echt alles op elke website, wat dat jij invult, wat dat jij doet. Maar in principe, alles. Als je een Facebook-account maakt, dan ga je daarmee akkoord, hè? Ja, maar zelfs de mensen die in de privacy, die exact hebben gezegd tegen Facebook, ik wil dat niet, fuck you, die worden nog extra hard gesurveillanced. Nee.
Nee, maar dat is, what the fuck, dat is keihard tegen de wet, gast. Nee, ik cookies... vind de privacy nog steeds altijd heel douche bij Facebook. Cookies mogen zelfs je... niet zo hard... Allee, zo... in... intrusive. Waarom ben ik vandaag in dingen van denken? Wat zie ik, simmel. Wat is intrusive in Nederland? Zeg het. Wat is intrusive in het Engels? Zeg het. Ik ken dat. Binnendringend, binnendringend. Binnendringend. Die mogen niet zo binnendringend zijn. Intrusive. Ja. Okay. Maar die mogen niet zo binnendringend zijn van hun. Die mogen enkel dingen bekijken om uw surfervaring te verbeteren, maar Facebook doet dat niet. Die bekijken gewoon alles wat jij doet en zo. Zo, die doet, die kijkt. Maar, die kijkt zo, die is hoog geleid, die is laag geleid. Die kijkt naar oude oma's, die is ziek, gast. Allee, die doen dat. Allee, dat is gestoord, dat mag helemaal niet. Ze hebben veel informatie over ons. Die hebben alles, die weten alles, denk ik. Shit. Al uw dickpics dat je door hebt gestuurd naar iedereen. Fuck. Shit, gast, echt. Shit. Oh nee, shit. Ja, zo'n telefoon, dat Snapchat ook al foto's zo bijhoudt ergens. Maar die houden dat toch bij, nee? Wat was de snappening? Dat was toch... uit een database, nee? De snappening, dat was de fappening. Nee, er was ook een snappening. Dat was ook een snappening, ja. Shit! Die heeft gedacht. Uw dickpics, Alex. Help, Alex. Ah ja, just, nee. Van Android dingen. Van Android, Snapchat van Android, dat die ziek veel waar geleakt. Ja, dat stond nog bij. Ziek veel dickpics van teenagers. Oh my god. Maar Windows Phone heeft nu geen Snapchat meer. Windows heeft geen Snapchat meer door de snappening. Ja, maar dat sukt, want nu kunnen we niet meer snapchatten met de seden. Dat is waar. Nu kunnen we dus met niemand niet snapchatten. Nee, maar gewoon met de seden. Ook al doe je dat eigenlijk echt nooit. Nee, jij doet dat nooit. Maar is dat nog in eigenlijk? Dude, ik snapchat zot veel eigenlijk. Maar is dat nog in? Ik heb gisteren zot veel, toen ik thuis kwam met de Jonas nog zitten. Kijk, ik ga zo leren. Jonas. Ja. Jonas, Joni. Nou, dat is nog wel in, zeg. Ja, is nog in? Dat is echt nog wel in. Is dat nog in bij ons? Ja, ja. Dude, ik heb mijn Snapchat staat nu hier. Voeg me toe, want die is in. Ik kan niet editen. Nee, direct niet. Je moet er niet bij Snapchat, wie is allemaal piebels hebben. Wat is een nieuwe Snapchat? Dat is toch? Nee. Ja! Degene die een dickpic doorstuurt naar Hulk, die krijgt bij de euro. 15 euro, gast. Kijk daar toch naar. De Monopoly. My friends. Stink Albi toch of zoiets? Albi94. Albi94. Dickpics graag. Dickpics gewild. Heel graag. Heel graag. Ik zal er terug sturen. Grote piemel, kleine piemel. Dus ik krijg wel dikke titten terug. Grote piemels verdienen lager dan maar. Dat klopt niet. Oké. Ons laatste onderwerp is mens hier. Dat mag. Mens is een dier, man! Ja, oké! Faggot! Ik ben ook een konijn. Je zegt geen konijn, je bent een dier, man! Een konijn is ook een dier. Zie omdat jij een dier zet, dat je een konijn bent, hè? Dude, wie heeft dat? Mandje. Dat is ook nice, die heeft dat zo vast. Dat is zo zijn kinneke, die neemt hij zo mee naar de winkel. Is konijn dier? Gaan we anders overgaan naar konijn is een dier! Gaan we anders overgaan naar kinderen. We hebben de mensen. We hebben de dingen of the day nog niet eens. Comment of the day. Comment of the day. The comment of the day. Comment of the day. Comment of the day. Oh shit, dat staat daar. Wel een ziek. Nee, jawel, Chrome staat open. Chrome staat open daar. Maar we moeten gewoon. Chrome staat helemaal niet open daar. Ah ja, maar ik kan daar naartoe. Wel een ziek. Kijk. Kom, doe het. Doe het. Ah, waar is mijn baas? Dood. Ah, wel een ziek. Ja, we hebben hier 3 schermen. En dat is moeilijk. En dat is echt... Maar die tv moet zo een beetje naar achter voor de belichting. Dus ja, dat is echt fucked up. Goed zo, Jay. Waarom heb je 20.000 tabbladen op staan? Waarom zou je er hebben? Verberg je er eentje of zo? Oh, dat is niet aan de piemel. Verberg je er eentje? Ja, dat is een dickpig. Is dat je moeder? Hola, was dat? Nee, het is Jente. Wallo, terug, hij is terug. Hola, was dat? Wat is dat? Wat is dat? What the fuck, eigenlijk? Allee, kom. Wat moet ik dat plakken hier, of wat? Nee, dat is dat ligt aan Matthijs waar ik mee werken. Wat heb jij al gedaan vandaag? In slaap gevallen? Ja. Ja, dat is. Dat was echt dat leuk. Wel. Ik val in slaap, ineens word ik een uur later wakker. Ik zo, shit, ik moet vertrekken naar Alex. Ja, praat. Die sturen al, oh, waar blijft je? Ik zo, shit, gast, ik zit in slaap gevallen. Zeg, Alex, uw rechtermuis komt, dat is een beetje kanker. Maar, wat is er hier nu aan het doen? Allee, kom ja. Voilà. Comment of the day! Van is The Legend of Dutch, 6 dagen geleden. 2 kleuters en een gek die in 1 is geloofd. 10 of 10, would watch again. Dat is wel een goeie. Ik lachte mij dood. Ja, ik heb dat was een goeie. Ik dacht toch. Ben jij dan die gek? Of? Nee, jij bent de gek, hè? Wie gelooft er in? Wij zijn de kleuters. Okay, wij zijn hier de kleuters. Ja, wij zijn tenminste leuk. Fuck it. Ik heb heel dat 2 eitjes vast. Ja. Jij hebt ook 2 eitjes in je broek.
Ja, die van mij zijn wel zeker. Iets groter als deze, hè? Ah, nee, Deze is volgens mij echt de slechtste aflevering dat we ooit hebben gedaan. Volgens mij. Zwijgen. Zwijgen. Dat komt allemaal door de Alex. Zwijgen. Wat? Ja, eigenlijk. Oké, Q&A. Dat doe ik wel aan. We gaan naar de Q&A. Dat is voor maandag de Fast 70 film. Q&A. Hebben jullie leuke vragen voor ons? Dan kan ook persoonlijk gaan, bijvoorbeeld persoonlijk aan Enico. Is Enico lelijk? Ja. Ja, ik moet dat niet vragen, want dat weet ik. Dat moet toegeven. Ja, dat moeten jullie niet vragen, want dat weten we al, maar je kunt iets anders vragen. Even kijken. Wat is ons lievelingseten? Wat doen we elke morgen? Ik zal eerst de goede vragen. Hoe vaak neukt een allebei zwijgen? Allebei zwijgen. Nooit. Allebei, wacht, true. Allebei. hoe vaak fapt er alweer? Oké, mannen, wacht, ik ga eerst iets leuks uitleggen. Hoe neemt je een selfie? Is dat... Wat is iets leuks? Begint de Q&A. Kijk, wacht, zwijg. Step 1, squint je eyes. Je moet je ogen zo wel dichter doen. Ja. Step 2, wipe your mouth for no reason. Step 3, just say swag. Voilà, perfecte selfie. Oké, okay, Q&A. Stuur allemaal jullie selfie door naar Albi zijn Snapchat. Albi 94. Step 1, squint je moet zo'n ATS Snapchat hebben, dan. Wat een gek. Jij zei gek, al die dikke selfie. Je begint weer wel die machine. Okay. Ja, altijd. De eerste vraag is van... Ja, goed joh, rechtsklik dan dus. Doe niep OY8941. Denk niet dat ze dat hebben kunnen horen, maar... Vijf dagen geleden. Beste Call of Duty. Beste Call of Duty, hebben we dat al eens gehad? Nee. Ja, nee. We hebben dat sowieso al die vragen gehad, maar deze vraag gaat gewoon niet nog eens. We weten zelf al niet meer welke vragen we hebben gehad. Beste Call of Duty. Modern Warfare 2. Beste Call of Duty. Blik op zin of blik op 2. Beste Call of Duty. Modern Warfare 2. Heb ik het meeste plezier in gehad. Ik ook. Enorm fun. Heb ik ook het meeste zelfs op gespeeld? Nee, op Black Ops 1 heb ik ook het meeste gespeeld, maar... Wij twee hebben toch eens een avond tot in de nacht op PC of Xbox bezig geweest en we wouden alle twee in een nuke halen. Dan zaten ze zo te campen zo. Ja, ik heb de herrie. Ik weet het niet, dat kan. Maar door zaten ze in waren helemaal niet moeilijk om te halen. Dus ik heb nooit geen nuke gehad. Weet je dat? Jij zijn zotte nog niet. Wat? Jij ook niet. Wat een noob. Ja, ik ook. Dude, ik haalde dat vroeger zelfs. Ja, maar jij bent fucking gay. Ik ben fucking goed in dat spel. Dus MW2 overwint, volgens mij. Sorry, ik ben voor de Black Ops Zombies echt gewoon... Ja. Daar hebben we het al over gehad. Ja, maar daarom is dat mijn beste Call of Duty. Ja, maar ik heb het meer over de online play, hè, met ja, tegen online, elkaar. De multiplayer. 6 tegen 6. Ik heb MW2 niet zoveel gespeeld, want ik had eerst Black Ops 1 en dan heb ik later MW2 bijgekocht. Ja, dat is juist. Dat is echt grappig. Huh? Die kocht alles en dan speelde hem dat zo'n dag en dan stopte hem daarmee. Ja, alleen hebben we twee, de rest wel. Echt lus. Oké, nice. Volgende vraag is van... Rick de Leo. Ik wou dat zeggen. Zwijg. 6 dagen geleden. Yo, ATS, yo, Q&A. Yo. Nigga. Wat vind... Ik zei dat niet. You racist motherfucker. Wat vinden jullie van de game Dying Light? Ik vind het echt een ziek nice spel en ik raad het jullie aan om het te gaan spelen. Challenge, zo snel mogelijk, rauwe ei opeten. Jij zei gek. Ah, dat kunnen we doen. We zwijgen. Rauwe ei. Nee, een ei heet ik nooit in mijn leven. Nee. Een ei, zou ik wel weten. Ei is ook wel. Ja, ik heb nog nooit gedaan, dus doen we dat die volgende keer. Protein. Nee? We doen niet pranken. We doen niet pranken. Allee, kom, antwoorden. Dus, op zich nice. Ik heb het spel niet gespeeld. Ik heb het spel ook niet gespeeld. Maar ik vind dat er te veel bugs in zitten. En het was niet zo geoptimized voor PC. Ja, maar nu wel, met nu? Patch 1.5 wel. Oké, okay. Patch 1.5 wel. Of 1.6. Een van de nieuwe patches dan is dat keihoog op. Ik heb het ook echt gespeeld, maar ik heb wel even naar een stream gekeken en zo. En dan naar een film. Dat heb ik ook gedaan. Het zag er wel vet uit. Uiteindelijk, je kunt echt zo... Je hebt kei van vrijheid en zo, van die shit. Het zag er wel vet uit, maar ik denk dat het echt vooral leuk is als je koop speelt met maten. Nee? Dat is toch koop? Rapeface. Ja, je kunt dat. Koop met maten. Ik denk dat het echt leuk is. Alleen is maar alleen, weet je. Dat zo. Ja, alleen is maar alleen, dat is zo een beetje lame. Maar ik vind wel dat coole... Maar ik vind wel dat coole zo die parkour mechanics heeft en dat je zombies gewoon zo gemaanhard kunt stampen ook. Dat is echt shit, hoor. Dat is echt shit. De zombie stampen. Dat wil ik ook, zombie stampen. Maar ik denk dat het echt goed verkocht heeft. Volgens mij is dat nog wel een... Een van de grotere spelletjes is. Ik denk dat het ook goed gepirated is geweest. Ja, van die singleplayer spelletjes, dat wordt echt altijd... Ja, dat wordt zo. Als dat op de PC uitkomt...
Oh. Ik ga er geen 60 euro aan geven voor 8 uur een spelletje te spelen dat ik niet eens klaar ben. Terwijl ik niet eens klaar ben. Dat ik niet eens ga uitspelen. Bij wijze van spreken. Oké. Ik geef deze gewoon terug. Mannen, waar trouwens 6 dagen geleden, Albi? Waar trouwens weerden die? Roos. Q&A. Welke spel zou je zeker moeten kopen op, bij een PS4? GTA en The Last of Us al gespeeld. Je moet zeker GTA en The Last of Us kopen. Sowieso. Maar hij heeft al gespeeld, staat erbij. Ik weet het. Oh. Maar dat zijn de must-have spelletjes. Ga naar huis. Na de vakantie ga ik er een kopen en die Alexander geen PC. Get wrecked, mate. Hij komt dat spelletje kopen bij hem, bij mij in de winkel. Zal ik je persoonlijk assisteren? Wacht, ik moet een prot laten. Allee? Dat was zo stil dat dat ding dan waarschijnlijk niet heeft gekocht. Ja, wel, sowieso. Welke spelletjes moet je nog kopen? ik zou gaan voor... Infamous. Nee, toch PS4 exclusives misschien. Infamous, inderdaad. Infamous, wat is dat? Second Son, Last Son, of hoe noemt dat? Ik weet het niet meer. First Son, Second Son, Third Son, Fifth Son, 29 Son. Infamous moet je kopen. Ik heb dat zelfs als... Ding is blijkbaar ook wel, Sava. Ja, ik heb dat gespeeld tot in de 11e en daarna ben ik even... Bloodborne. Dat is ook multiplayer, hè? Nieuw spelletje. Nee? Is dat ja, dat is blijkbaar... Nee, dat is niet enkel multiplayer, maar dat is zoals Dark Souls. Je kunt zo mensen invaden. Ja. Ah, in hun spel geraakt. Ja. En je kunt en dan ook niet zo zien. Is Dark Souls 2 ook niet uit, trouwens? Dark Souls 2, dat is al kanon, ja. Echt? Maar nee, dat is vrij recent. Bedoelt je de remake? Of is Dark Souls 3? Nee. Ik had een nieuw spel zien liggen van de PS4 en dat was Dark Souls 2. Ja, Dark Souls 2, maar er is een nieuwe remake van. Ah, oké. Okay. Een remake dan daarvan. Maar Dark Souls 2 op zich is al een jaar of zo, een jaar en een half. Ja, nog steeds vrij recent, maar... Ze zijn echt al die mannetjes aan het kapot maken, ik zeg het maar. Ja, wat stopt daarmee, wat zieke? Dus Infamous kunt je spelen, dat is wel vet. Dat is ook zelfs Nederlandstalig en dat vind ik echt gay. Als je PlayStation Nederlands staat, dan kun je spel niet in het Engels zetten of zo. Ik weet niet waarom. Maar de dialogen en zijn ook allemaal in het Nederlands. Dus dat is echt. Pak dat om daarna te luisteren. Ik kan dat niet tegen. Dat was echt slecht. Ik kan daar echt niet tegen. Dat was echt slecht. Het spel op zich was wel zo van, man. Ja. En de graphics zijn ook echt vet daarvan. En je hebt ook zo free open world en zo, dus je kunt ook zo lekker overal naartoe. Als je kijkt in de verte, zie je direct dat PS4 is, dat dat helemaal naar de zak gaat. Alles wat dichtbij is, keiveel bloem en keiveel depth of field op. En dat geeft een goede illusie, maar het is goed. Op zich. Oké, Sunamomens. Je hebt straks LOL gespeeld ermee. Echt? Ja. En kan hem dat? Hij was nu, op zich. Op zich. Ik was gewoon 3 keer zo goed. Nee, hij was nog wel goed bezig. 4 dagen geleden, Q&A. 1. Favoriete console? Dat heb ik ook al gehad. 360. PS2. Ik heb het meeste plezier. En bij 2 op de 360 heb ik het meeste plezier. Dus ik zeg bij 360. We gaan te lang over blijven. Call of Duty of Battlefield 3? Battlefield 3, dat is de derde vraag. Call of Duty of Battlefield? Nee, Battlefield 3. Dus er is ook al een nieuwe... De Hardline is ook al uit. Was ook niet onlangs de Hardline uit is? Ja, die een week geleden was iets langer. Maar ik vind er ook wel dat het goed uitziet. Met Battlefield, ik had nooit echt serieus spelen. Als je spelen was dat met Enneko voor gewoon wat te trollen en rond te vliegen en in gebouwen te gaan zitten en zo. Jek. Dat was echt goed, dat was echt leuk. We zaten zo gewoon constant dingen kapot te maken. Ja. Nee. Als teamgenoten zo. Maar we zaten nooit serieus te spelen. Je zit in een gebouw, wacht, we laten erin storten. Altijd zo kwaad als zie ze die mannen. Ik heb Bad Company 2 was volgens mij mijn eerste spelletje dat ik op mijn 360 had. Zot leuk, Bad Company 2 was samen met Splinter Cell, want Splinter Cell kwam erbij. Maar dat heb ik echt nog, met een vriend van ons ook, heb ik daar echt keilang op zitten spelen. Dat was echt toch wel fun. Ik heb op mijn originele Xbox staan. Ik vond dat vet van, snipen, en dan loopt die mens daar, en dan moet je hier schieten om die mens dood te knallen. Dat is toch? Zieke broed hier. Echt? Gast. Rustig er gewoon. Dat is echt zo. Maar ik ben altijd meer Call of Duty geweest, maar op zich heb ik Battlefield nooit geen hele kans gegeven. Battlefield is wel goed. Battlefield is echt wel goed. Allee, dat is maar dan moet je ook met vrienden spelen, hè? Ja, wie van ons heeft Battlefield? Niemand. Maar wie speelt er nu ook Call of Duty alleen? Ja. Ik speel geen Call of Duty alleen, zo. Ja, maar Call of Duty kun je gewoon alleen spelen. Maar ik speel dat zelfs niet met vrienden. Ja, jij speelt dat gewoon niet bestand. Ja, voilà. Want echt kak. Hij heeft nog vragen. Hoe gaat het met jullie? Nog eens checken. Maar wat? Waarom vraag je dat nu weer? Maar was het eigenlijk kwaad op de Cinnamomens? Laat hem eens doen. Oké. Het gaat nog steeds goed met mij. Hoe gaat het met jou? Met mij ook nog goed, hè. Allee, hoe gaat het met u? Todo. Dat is wel vriendelijk als ik het vraag. Todo está bien, Sisi. Vraag 4. Hoeveel kost zo'n greenscreen? Hangt er vanaf. Je kunt zo van die kleine spannende dingetjes kopen, zo. Dat nog wel redelijk goed zijn. Van die span...
spannende stof zo. Spoutisme. Een spannend stof. En die kunnen misschien voor 50 euro krijgen, maar deze was 80, denk ik. Maar dat was net promotie. Maar dat is wel echt iets gigantisch. Ik weet niet of je het kunt zien, maar ja, je ziet het hier een beetje van een faal. Huh, echt? Hier staat een paal. Ja, dat is zondag en ik word daar juist iets tegengereden, denk ik. Wow, en dat is tot. Ja. Nog verder als de naam. En dan gaat dat nog eens zo, op de grond gaat dat eigenlijk nog eens 5 of 6 meter op de grond of zoiets. Dus ja, dat is echt nog wel. Dat is wel een gigantisch ding, maar dat heeft ook zijn voor- en nadelen, denk ik. Maar jongen. Ja. Dat heeft inderdaad. Stoppen. Dat heeft inderdaad een beetje zijn voor- en nadelen, maar het staat hier goed, dus. Ja, die hebt echt nog goed. Het staat hier gewoon dat we fucking 20.000 kilometer, vierkante kilometer oppervlakte hebben. Ja. Maar als je deze in een klein kamertje wilt zetten, no way, man. Dat is een eerst in mijn kamer en dat ging gewoon. No way, man. No way, José, mebbe. Dat werkt echt niet. No way, José. Dat werkt niet. Oké. Welke programma's gebruiken jullie voor te editen? Sony Vegas. Sony Vegas voor easy te editen. After Effects als je effect wilt toevoegen. Als je dus moeilijk wilt doen. Ja, After Effects is echt gewoon puur voor effecten. Hoe dat de titel het zegt. Wat de fuck was dat? Ik kapot. Is dat kapot gemaakt? Wel eens zeker. Dus well, After Effects, puur effect, Sony Vegas is voor easy, rustig tijd. Sony Vegas leert echt snel. Dus. Ja, ja zoals ik nadelige aan Sony Vegas is, je moet het piraten. Zoals ik kon het de vorige keer met Sony Vegas. Legit. Maar kost dat? 2000 euro of zo? Kun je zo misschien wel goedkoper een student of zo. Ja, dat kost gewoon fucked up veel geld. Ik heb After Effects en zo allemaal legit. Ja, ja van die dingen, maar je betaalt daar maandelijks voor, dat is oké. Okay. Nee, ik heb 75 voor een heel jaar. Ja, jaarlijks dan. Dat is wel gay. Dat is inderdaad gay. Volgende vraag van hem. Dat vind ik wel een leuke vraag. Pokémon of Sonic? Ik weet niet of je daar fan van bent, maar Pokémon of Sonic? Pokémon. Aan zijn gezicht te zien, vindt hij het allebei niet goed. Ik speelde vroeger op mijn Game Boy Harry Potter. Wow. Shit, gast. Wow, ik schaam mij. Wow, ja, wie zit speelt, dat was ziek moeilijk. Wie zit jij? Dat waren zo in tunnels en ik vond de weg nooit. Wie zit jij eigenlijk? Ik ken wel van Harry Potter. Harry Potter, het tweede spelletje daarvan op de PC. Ik weet, vroeger ging ik naar de bibliotheek je kon dat daar lenen. Je moet zo zo van die snoepjes pakken. Ja, je moest ook zo die vliegende beesten zo... Je kon ook zwerkbal en zo konden spelen. Dat was echt vet. Dat was echt een vet spel eigenlijk. Dat was echt keigemaakt. Denk al, als je nu naar de graphics kijkt, zegt het op niks. Dan maar toen was echt van, wow, deze is cool. Dan denk ik van, wow. Maar Sonic of Pokémon, bij mij is het allebei. Want ik heb vroeger als mijn lievelingsspelletje Sonic Adventures. Ik weet niet of je dat kent, maar er is een remake opgemaakt op de Xbox 360. Ik heb dat zelfs op de Xbox 360 gekocht. Ik ken het wel. Mijn zus heeft dat zelfs. Dat is niet Oké, Sonic Adventure, zo'n spel. En dan, ja, Pokémon. Dat is een ziek ding. Pokémon is ook de shit. Ik ben Morgan Freeman. My name is Morgan Freeman. Titty Sprinkles. Kan echt diep praten als je wilt. Ja. It's an interesting phenomenon. Dat is niet diep praten. Ik praat een dup. Wow, jij bent echt gay. ALB. Jij praat gewoon zo. Ik ben OB. Ik ben OB. Wie vraagt je dat nog eens? Mario of Sonic? Ja, ja, Mario. Allebei weer. Nee, ik kies Mario. Nee, ik vind het allebei. Ik kies Mario. Acht, zouden jullie eens met z'n drieën Matchka LOL of COD kunnen spelen en recorden? Lijkt me lachen. Dubbelpunt, grote D. Dat is het dubbelpunt grote D. Heeft hij een grote D? Geen lol. Big D. Geen lol. Jawel, we doen lol. We doen lol enkel. We zullen dat eens een keer doen, ik beloof het u. Ja. We zullen dat eens doen. En binnen zeker, 2 jaar. En zeker kabel GTA. Nee, we zullen dat eens doen. Ja, GTA komt eraan. Heel even. Nog een week ongeveer. Hebben we dat daaronder gedaan? Nee. Dat zijn nog vragen. Ja, ja. Dat is de laatste vraag. Michael! 4 GB RAM of 1 TB geheugen of 16 GB RAM en 50 GB geheugen? Als het over een PC gaat, zou ik voor 40 gram en 1 terabyte geheugen. Ja, ik ook. 50, waarom zou je dat doen? 50 giga de schijf is echt heel weinig, dat is echt vol. Dat is je Windows. Ja, je Windows en dat is vol. En 16, alleen met 4 gig is het genoeg eigenlijk. Wat dat je, allee. Voor gewoon op het internet en zo? Voor gewoon, nee. Ik ken er niks van, ze kennen er niks van. Dat zeg jij. Hier zit een meneerke, ik werk in de Burgerbord. Als je krijgt nu een keuze, ja? Je krijgt een PC. Ja? Oh nee, gaan we standaard PC, 4 GB RAM geheugen, 1 TB. Je pakt dat boven 16 GB RAM geheugen met 50 GB. Serieus? Weet je wat dat 1 TB kost? Een externe harde schijf kost 70 euro. Hij heeft niet gezegd dat je dat ik kunt uitbreiden. Ja, hij heeft ook niet gezegd dat je dat niet kunt doen. Hè? Nee, maar als je dat niet kunt? Als je dat nooit niet kunt in je hele leven. Ja?
Ja, oké, dan zou ik ook tegen. Puur om mijn porno te kunnen stokken. Puur om de films te kunnen stokken. Alle porno, yeah. Maar, Tina, dat zou juist toen zelfs Tina takes big dick 3. Shhh. Dan kun je... Ik weet niet, maar ik zou nog steeds eigenlijk voor die... Nee, ik weet niet. Nee. Als je nu kunt uitbreiden, dat is eigenlijk gewoon een heel lusje vraag van u. Ja, eigenlijk ook. Dat is een heel lusje vraag. We hadden meer parameters. Wat zou je doen als je niet kunt uitbreiden? Als je nooit in je hele leven niet kunt uitbreiden, zou ik die 1 terabyte pakken. Want misschien heeft hij wel zoveel geld en kan hem ofwel dat kopen en ofwel dat kopen. Dus wat zou hem doen? Ja, dan zou ik die 16 gigabyte kopen en dan gewoon sparen voor een externe harde schijf van 1 terabyte. Dat ja, maar hij heeft nu geheugen nodig met 50 gigs, niks. Ja, hij heeft die nu geheugen nodig. Wanneer heeft hij nu geheugen nodig? Wat? Nee, zo'n dus 1 terabyte en RAM gewoon laten bijkopen. Ja, nee, pak dan even gewoon een USB-stick en stik dat daar. Je hebt nog meer, nog steeds geheugen. Het is een moeilijk vraag. Ik zou toch ook, als hem dat nu moet kopen, zou ik toch ook de 16 gigabyte kopen. Weet je wat, dat kost 16 gigabyte. Volgens mij gaat RAM alleen maar duurder worden. Dus dat is fucked up duur, maat. Dat is fucked up duur. 16 gigabyte, wat kost dat? 100 euro? Dat is echt veel. Ik weet nog de goede oude tijd dat 4 gigabyte 30 euro kostte. 30 euro? Ik zweer. Holy shit, dat is ja, maar dat is zo van dat RAM zonder merk. Nou. Ja, maar wat boeit mij dan nu? RAM is zonder merk. Het is nog altijd goed aan mij, man. Maar als je zo van die Corsair Dominator RAM koopt, dan zeg je 215, 300 euro kwijt voor 16 gig. Ja, dat is echt belachelijk. Nou, daarom dat niemand dat koopt. Ik ben even ontspannen. Nee, ik kan dat nog kopen, zoiets. Oh my. Ik moet dat RAM ook wel dringend uitbreiden. En dat was het eigenlijk. Dat was onze slechtste, saaiste aflevering tot nu toe. Is nu al gedaan. Ik denk het, hoe lang zijn we eigenlijk bezig? 50 minuten nog altijd. Maar dat is oh ja, dat is lang. Ik ga wel 6 minuten af van in het begin. Maar... Ja, maar hoe doen we dat? Waarom doen we zoiets? Saba. Mensen, als jullie nu nog aan het kijken zijn... Ik betwijfel het eigenlijk. Bent. Ik betwijfel het ook. Er zijn wel mensen die nog aan het kijken. Als jullie nog steeds aan het kijken bent, ben je fucked up chill. Je verdient een atje samen met mij. We gaan samen eens een atje doen. Een atje wat? Cola. Atje piemel. Neem dat terug, neem dat terug. Ga terug in de tijd en vooral dat je hebt gezegd. Ik wil alles zien. Ik ga terug. Geef mij de afstandsbediening waarmee je tijd kan beheersen. Klik. Ja, klik. Laat je gewoon te einde. Oké. Het is op tijd en we beginnen met Kalush te doen. Twee kleuters en een homo, zoals die mensen het zijn. Twee kleuters. Oké, bedankt om te kijken, mensen. Laat een comments achter, laat de challenges achter, ook al hebben we waarschijnlijk al een challenge voor volgende keer, een rauw ei opeten en terwijl... Pranken. Nee, we zeggen, verliezer moet een rauw ei opeten. Dat is een chill challenge. Oh damn. Ja, dat focussen hem gewoon, hè. Wij zeggen altijd dat van ons. En dat is het, hè. Bedankt om te kijken. Ik zie je de volgende keer. Als die mensen nog iets moeten zeggen, zeggen ze maar. Ja, jongens, laat volgende alles keer. Laat alles echt Q&A, challenge. Zeg in de comments dat Albert homo is. Snapchat, Albi94, dat is onze Another Talk Show Snapchat. Stuur daar alles naartoe wat je wilt. Piemels, katten. Piemels en katten, dat is echt. Echt, ja, dat zijn echt Piemels van katten. Piemels van katten. Eigenlijk heb die dat. Ik heb nog nooit gezien op een kat. Nee, een kat... Op de hond zie je dat ze aangezet. Nee, een kat is zoals een cel, dat gaat gewoon één keer in twee, dan zijn er twee katten. Ja. Wat? Je te zuur? Wist jij dat niet al? Ja, een kat dat doet zoals een microbe, dat is in één keer gewoon ploek, twee echt? Katten. Ja. Je te zuur. Dat is shit. Dat ik al op tv kwam. Nou, wel eens zeker. Oh, dat is echt een tv. We zullen die rijden voordat we nog meer reizen zullen verliezen bij deze hoe langer dat je bij Albi zit, hoe dommer dat je wordt. Yo, mijn IQ is echt al met 20 gedaald, wel eens ziek. Ik heb een IQ van 3. Hoog geleiden. Verdienen lager. Verdienen laag geleiden. Dat dus is heel fucking Baghdad. Moet je bom? Je krijgt wel bom. Oké, mensen, we gaan het afsluiten. Merci om te kijken naar another talk show. En we zien jullie volgende keer, jongens. Dikke taak.